Yo boys, tof jullie kijken in deze nieuwe video. Ik ben Floris en vandaag zitten we weer op Fortnite Battle Royale. En boys, vandaag zijn wij hier dan weer op Fortnite Battle Royale in seizoen 9, boys. En vandaag is ook seizoen 9 uitgekomen, dus holy shit, super dik natuurlijk. Ik was helaas op school toen de update uitkwam, maar in ieder geval, nu ben ik thuis en ik dacht, ik ga gelijk gewoon een videootje lekker opnemen. Dan wij gewoon het eerste potje Fortnite, wat wij in seizoen 9 gaan spelen, laten we dat even lekker gaan opnemen. Dus dat dacht ik. Dus ik dacht van, nou, laten we het dan maar aanknallen en lekker gaan spelen dan. Dus jongens, ik hoop dat jullie het dope vinden. Smash alvast dat duimpje omhoog, zou super dope zijn natuurlijk. En dan gaan wij eens even kijken of dat wij er natuurlijk wat leuks van kunnen maken. Ik heb nog niet heel veel gezien, maar voor in ieder geval wat ik al kan zien, zie ik al van die gekke luchtdingen waar je doorheen kan vliegen. En het is dope. Het is wel sick op dit moment. Hè. Ik weet nog niet of dat het straks naar gaat zijn of zo. Of stom, maar dit is mijn eerste potje eigenlijk. Dus ik weet niet hoe het gaat zijn, hoe het gaat verlopen. Maar dat gaan we nog wel zien. Hier hebben we een lekker drumgunnetje natuurlijk. Heerlijk. En boys, dan laten we eens even kijken of we hier gewoon even iets super diks van kunnen maken. Hè. Van het potje in ieder geval. Want ik, in ieder geval, dit is wel mijn eerste potje. En dat is ook eerst potje seizoen 9. Dus ik hoop niet dat we sowieso wel een beetje kunnen killen natuurlijk. En maar wat ik... Zit hier nou een kist? Sinds wanneer zit hier een kist? Wacht even, een muurtje plaatsen hier. Oh mijn god, oké. Dit huisje is ook al vernieuwd. En zoals jullie misschien wel weten, dit huisje, daar land ik altijd bijna in retro. Dus ik dacht van, ik ga ook gewoon het eerste potje waar ik ga landen in seizoen 9. Dan ik ga gewoon ook gelijk eventjes in mijn eigen huisje landen natuurlijk. Maar op dit moment hebben we echt een prutspul. Het is niet te geloven. En wij hebben gelijk een lekker wapentje. Oké. Ik wist wel dat zoiets erin zat. Maar ik wist niet dat ik hem nog... Oké, vriend. Dit verandert even de zaak, gast. Holy shit. Oké, misschien kunnen we nou hebben toch wel een beetje kans op dit moment. Kijk eens hoe... Oh mijn god. Dat we dit ding uittesten, gehad. Hoeveel schoten kan ik hiermee... Hoeveel schoten kan dit? Grap. Waarom voelt het niet als een pump aan? Ja, maar hoeveel schoten kan ik lossen, boys? Oh, 4. Dus ik moet legit mee... Eerste potje van de dag, hè, jongens. Dus... Het is helemaal kak, natuurlijk. Oké, laten we gewoon even in het huis gaan zitten en even... Even nagaan hoe dit ding was. Holy shit. Oké, hier kan je dus gewoon 7 schoten mee. Oké, dat wist ik niet. Puur dat we gewoon 7 schoten konden knallen. Dat wist ik niet. Oké. De bosje mag er even sowieso uit. Ik heb sowieso heel veel shotgun kogels geknald natuurlijk. Maar kijk ook hoe klein dit crosshairtje is. Dus ja, als je het mist, dan mis je het ook goed. Maar als je het raakt, dan raak je het ook goed. Laat het zo zeggen. Dus ja, het is een soort van... Oké, het is even een kakding, maar holy shit. Of ja, ik moet er even aan wennen. Laat het zo zeggen, want mijn aim is ook nog niet helemaal... helemaal 100 natuurlijk. Kan je hier gewoon inspringen of bijna? Voor mij bijna kan je er inspringen. Maar holy shit, ik vind het op zich best wel ziek. Het heeft natuurlijk nou een best wel modern kleurtje natuurlijk. Dus, ey. Sick. I like it. Op zich best wel redelijk tering hard modern. Die oude autootjes zijn er niet meer. Maar... Hè, alsnog. Is wel funny. Dus let's go. Laten we ook even dit huisje looten. Maar het zijn geen kapotte autootjes meer. Jee, alles is gewoon onder stroom hier. Oh. Of onder stroom. Ja, gewoon met stroom. Weet je wel. Auto's met stroom. Dat boeit eigenlijk helemaal geen knikken. Maar voor de rest is dat even grappig. Waarvoor je het gebruikt? Ik heb geen idee. Nee, het is echt verschrikkelijk. Maar niet uit. Nee. Nee, ik vind het wel lachen, though. Dus ik ben benieuwd. Trouwens, ik heb een beetje de jeuk aan mijn neus, trouwens. Maar voor de rest wil ik af en toe een beetje dit doen, weet je wel. Dan denk je van, voor of waarom? Maar een beetje jeuk aan je neus, weet je wel. Is af en toe echt helemaal kak, gewoon. Maar niet uit. Let's go. Oké, maar je krijgt natuurlijk best wel veel metaal op dit moment. Want alles wat je hakt is natuurlijk heel modern. En dat is blijkbaar van ijzer allemaal. En niet meer van hout, dus... Hout hak je nou op dit moment minder. Dus ja, het wordt even zoeken naar hout zometeen. Maar normaal bij het interieur hakken, weet je wel, dan krijg je hout. Maar op dit moment is dat even niet zo. Dus dat is even jammer. Maakt me niet uit. Wacht eventjes. Ik kan op dit moment gewoon geen
een floor bouwen. Wacht even, laat ik eventjes kijken in de settings dan. Waar zit nou meer dan? Wacht even. Hoezo? Kan ik op dit moment... floor. Left alt. Ja, jongens, is gewoon mijn muisknop zo, hè, naar links. Dat is lekker. Floor is left alt. Hoe krijg je dat dan voor elkaar? Nee, ja, het is... het is op mijn muiswiel. Maar, ja, dit zag ik ook op de trailer. Maar, oké. Ik weet niet of dat het nog heel veel nut gaat helpen, maar... Als je naar die kant moet, is het op zich best wel chill dat je best snel die kant op kan. Okay, let's go. We hebben Red Knight, boys. Ik weet ook totaal niet waar die staat, wist je dat? Hij heeft hetzelfde wapen als mij. Op je kanus? Man, als je hiermee goed hit, gast, dan ben je sowieso echt best wel dood. Oké, laten we deze even pakken. Laten we deze even pakken, op het thee. Drumkin is op dit moment heel erg sterk. Laten we dit nog eventjes bijpakken dan. Oké, dit even weg gewoon hier ook. We kunnen misschien even high ground halen. Shit, gast. Oké, Rita Roos op zich ook best wel helemaal vernieuwd. Oké, daar vliegt die Red Knight, denk ik, I guess. Kan je dit hitten of niet? Grap. Ja, dan schiet ik net tegen de dingen. Oké, dat had echt gewoon geen zin. Shit, man. Oké, heel Rita Roos is natuurlijk... is echt gewoon vernieuwd, zoals ik kan zien. Holy shit, dat is best wel sick. Je hebt gewoon één gekke stad op dit moment hier. Hij haalt het net niet. Ik moet hem afklappen. Oh, er ligt op zich een lekkere sniper, though. Kut. Ja, die sniper kunnen we even niet pakken op dit moment. Nou. We hebben geen loungepad. Verdomme. Ik dacht dat we een loungepad hadden, jongens. Kak. Wel, hebben we hier. Ah, let's go, wist ik. Ik dacht al, er staat iets van een loungepad hier nog ergens. Maar, though, we hebben hem. Oké, dit is je shotgun, though. Ja, verkeerde. Ja, ik wou eventjes naar... Ja, oké. Ik wou het in ieder geval wel doen, maar het ging niet goed. Zoals jullie zagen. Verdomme. Oké, chill. We komen hier gewoon wel uit. Lekker. Dus we glijden zo Dusty in. Kunnen we even wat hout hakken. En dan misschien komt die Red Knight zo meteen achter ons aan. En dan kunnen we die misschien ook nog wel een keer. Want die kerel zit de hele tijd op onze nek natuurlijk. Dat is gewoon best wel vervelend. We kunnen gewoon niet rustig even loot of zo. Maar we hebben Rito nog niet echt goed doorgekeken. Of we zijn alweer weggegaan door de cirkel. Maar maakt niet uit. Hey, alles kan nog. Dus ik hoop dat we gewoon best wel ver komen op dit moment. De cirkel gaat naar loot lekker. Oké, dus even alleen dus die dieven uitlopen. En default uitlopen. En dan komen we er wel. Let's go. We kunnen ook beter dat we verder dan 500 komen. Want vorige keer kwamen we niet zo ver. Maar we kunnen gewoon rustig tot 999. Rustig. Lekker. Oké, beter natuurlijk. We hebben 17 shotgun ammo. Gewoon een prima AR'tje natuurlijk. En ja. Skuurt. Nou, lekker. Ik heb trouwens ook nog niet de Battle Pass gekocht. Puur om het feit, ik wil even kijken of dat gewoon echt gewoon een leuk seizoen is of zo. En even kijken of dat alles wel, ja, wel prima is. Of ja, ik weet niet. Op dit moment heb ik nog niet echt heel veel zin om die Battle Pass te kopen. Maar misschien straks, weet je wel, als je denkt van, oh, je kan gekke challenges krijgen en zo, dit, dat. Dan zal ik hem zeker weten wel kopen. Maar op dit moment heb ik hem nog niet. Dus op dit moment speel ik nog zonder Battle Pass Hero. Maar, altijd lachen natuurlijk. En, we kunnen ook zometeen, als we misschien nog een Victory Royale halen in mijn eerste potje, dat we dan sowieso die nieuwe glider krijgen. En daar ben ik wel benieuwd naar, gast. Gewoon hoe die glider eruit ziet. Ik heb nog niet gezien hoe die glider eruit ziet, dus ik ben benieuwd. Ziet hij er groot uit? Ja, het is natuurlijk wel weer een umbrella, dat is natuurlijk altijd. Maar hoe die umbrella eruit ziet, dat is natuurlijk een tweede. Dus laten we zometeen even kijken natuurlijk naar die umbrella als we misschien nog winnen. Maar laten we eerst even gewoon genoeg houtjes verzamelen. En dan komen we er wel. En even wat shotknamers ook nog wat chill zijn. Want ik zie mezelf zo meteen nog misschieten als een dikke kanarievogel toe. Dus ja. Witte, we hebben 800 alweer. Lekker. Laten we even doorhakken tot de map. En met 999, I guess. Als we dat nog redden.
Nou, in ieder geval gewoon als we 900 hebben, vind ik het ook al prima. Dan kunnen we sowieso genoeg bouwen in het leven. Waardoor we een building fightje wel makkelijk kunnen aangaan. Dus ey, dat is sowieso fijn. Let's go. Laatste paar boompies. Lekker. Nog één boompie, denk ik dan. Let's go. Let's go. Pew. Skibidi papau. Ja, precies. Skibidi papau. Oké, okay, ik hoorde net wat, maar ik dacht even focus op dat geluid. Maar ik hoor eigenlijk op zich bijna helemaal niks. Ja, denk je ook van Floris. Ja, wat de fuck. Ja, precies. Dat. Dan gaat een hamsterbal daar door de lucht. Dus, hey, let's go. Ja, die cirkel komt eraan. Ik kan er niet echt. Loot. Ja, ook al gaat die cirkel pauper traag. Alsnog. Ja, we kunnen wel even kijken. Gewoon heel even snel. Even snel kijken. Misschien is het nog niet geloot, though. Dus, daar hebben we nog een beetje geluk met een shotgun ammo en zo. Maar ik zie al die kist geopend. Ah, frietsaus. Ja, nee, daar hebben we eigenlijk helemaal niks aan. Misschien hier nog heel snel binnen. Zit hier nog een shotgun ammo? Beter, kan ik het meenemen? Ja. Ja. Hebben. Let's go, chill. Oké, die hebben shotgun ammo. Nog wat ammo hier. Light ammo. Hoppatee, lekker gek. Let's go, man. Oké, op zich, dit seizoen 9. Ey, op zich, het ziet er allemaal dik uit, hoor. Naar mijn beleving vind ik het op zich best wel dik. Gewoon hoe je... Kijk, je movement is nou op dit moment veel sneller. Met al die luchtbuizen, soort van. Het zijn niet echt buizen, maar lucht. Dingen, routes, weet ik veel. In ieder geval, zo kan je best wel snel de map doorkomen. Waardoor je niet echt wordt gevangen door die cirkel. En geen last van die cirkel hebt. Maar dan moet natuurlijk wel die buisrichting of de buis goed lopen. En ik hoop niet dat het trouwens in één richting gaat. Of die links of rechts loopt. Of dat maakt niet uit. Ik denk het niet. Maar laat ik er even ingaan natuurlijk. Want daar wil ik ook eventjes kijken. Ik zeg heel veel natuurlijk trouwens. Maar niet uit. Laten we even kijken wat hier, hoe dit werkt, though. Ik denk toch gewoon inspringen, I guess. Lekker. Sick gast, holy shit. Oh shit, nee, maar dat kan. Frietsaus. Oké, op zich? Oké, maar dan wil ik hier ook boven even kijken. Wacht, maar kan je hier dan. Wacht, ik zie al een gek idee in me opkomen zometeen. Nee, massie schijf. Ja, precies dat bedoel ik. Je kan niet op campen. Je kan niet zeker natuurlijk door. Ja, je kan hier ook doorbouwen. Als je hier naar beneden valt, dan ben ik echt prettig de lulfloren. Dus laat ik dat even niet doen. Precies dit. Was natuurlijk weer net jammer weer dit, hè. Maar we blijven hier nog heel even opstaan. Wacht, kunnen we hier ook gewoon opstaan? Zo, hier, oh. Hier, hoppa, man. Daar staan we dan. Staan we al hier? Oh, hier kan je ook van opstaan, wat voor? Hey. Oké, chill, dan weten we dat ook. Sick. Oké, lekker. Kunnen we zo meteen wel even iemand horen lopen hier natuurlijk, als hij hier komt. Bup! Oeh, onder zijn voetjes, gast. Ik weet niet of jullie hem zien. Maar hij loopt daar in ieder geval. Echt. Was echt bij zijn voetjes. Nou, het scheelt niet heel veel. Dat laat ik het zo zeggen. Hier, daar loopt hij nou. Daar loopt die berg. Oh shit. Even snipen, dan komt een hamsterbalk aan. Voor hem. Nee, oké, ik heb 74 ammo, dus op zich kan ik dan genoeg schieten. Oh, niet er vanaf springen, Floris. Dat zie ik mezelf alweer doen, jongen, dat is niet te geloven. Ja, wat ga jij nou doen, man? Oké, let's go. Laten we hier vanaf gaan. Hoppatee. Lekker. Zullen we deze buis hier gewoon pakken? Voor de fun? Oké, laten we gewoon pakken. Oh, dit is sick, gast. Hier, gewoon lekker vliegen. Vliegen. Kan je omdraaien? Ik ben deze buis. Shit. Greta. Oh, dat is de umbrella. Oh, shit. Je had al een keer gewonnen, though. Hé, man. Laat mij jou pakken. Nou, laat ik jou dat even niet doen, want hij... Kut. Oh, do. Gaat best wel makkelijk, dat omdraaien. Oké, chill. Zo slim dat ik ook in een fight mee bemoeid, hè. Zo ben ik dan ook wel weer. Zo onhandig als het me kan, maar mij niet.
Wij vonden het grappig. En erin! Ah! Oh, wat? Ik krijg een falling damage? Shit. Hey, jongen, ga er nou... Ho, 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 Pinocchio. Oké, let's go. Dat deed ik niet echt heel erg lekker. Ja. Precies. Maar... Eamon! Ik ben weg. Is er van een gekke stroomding dan? Oké, jongens, ik sta echt... Ik ben hier ook aan het kijken, gast. Dat is niet te geloven. Shit. Ik heb even wel weer wat hout nodig, toch? Maar dat komt wel goed, denk ik. Laten we dit gewoon even hakken. En rustig even af... Nog even een klein beetje afwachten. Ook al, dit wordt niet echt een high kill game. Maar het is in ieder geval mijn eerste potje van de dag, doe. En het eerste potje van seizoen 9. Dus ik vind het op zich niet... Ik vind het toch niet heel erg hoe we het doen. Dus, daar ben ik sowieso blij mee. Hallo, hallo, hallo. Are you there? Zongman. Ik heb geen idee, jongen. Ik loop hier maar een beetje rond. Ik zit om me heen te kijken, maar ik zie niet echt veel beweging. Laat het zo zeggen. Dus, poeh, I don't know. Dus laten we even kijken hier dan. Nou, ik zie echt niet heel veel bijzonders, zeggen we dan. Verdomme. Ja, ik kan hier wel een beetje lopen hakken, maar het is echt gewoon helemaal dikke scheid. Oké, daar staat een kwadje, maar in die kwad heb ik ook helemaal geen ruk meer aan. Verdomme. Ah, kijk, hi. Goeiedag. Ja, kijk, het is in ieder geval als ik nou ga schieten, weet je wel. Dan weet ook iedereen gelijk dat hier gewoon de fight van het leven is. Ja, en dan denk je ook van... Ja, laat ik het gewoon doen. Ja, nee, gewoon verkeerd gek, weet je wel. Je maakt niet uit. Laat hem gewoon een beetje stressen, weet je wel. Maar hij komt er wel uit op een dag. Ja, misschien kunnen we hem nou even gewoon vol hitten, weet je wel. Nee, tuurlijk niet. Het zou mooi om waar te zijn natuurlijk weer. Hè? Dat we hem uit de lucht knallen. Het eerste potje van de dag. Zit hier weer iemand in? Oh shit, er zit iemand in. Easy dark side. Hey, pik jongen, je bent genaaid. Lekker gas, oké, okay, chill, GG. Ah, kak, ik moet die kant op, wat? Hey, en laat mij nou net even die persoon zijn waar iedereen weer op gefocust is, natuurlijk. Nee, ik ga eerst die ammo. Hey, pik. Lekker man, genaaid. Oké. Okay. Laatste man, doe. Shit. Boy, heb je geen rockets? Je hebt rockets. You have rockets, my dude. Oké, okay, gek. Oké, okay, we hebben 4 kills. We hebben hier zo net even 2 kills lopen maken. En hier, dat is best wel lekker. Doe normaal, gaan. Doe normaal. Jij zegt, ik doe loco. Ik weet niet waar ik aan lullen ben, jongen. Holy shit. Oké, okay, dat is best wel sick. 2 tegen 2. Man, boy. My dude. Hij pleurt dood op de grond. Dames en heren. Dan doen we even dit nieuwe dansje. Gewoon die ik gisteren even heb gekregen. Gegift van iemand. En we hebben gewoon het eerste potje van seizoen 9 gewonnen. Jongens, ik zweer het je. Ik geloof mij dat dit het eerste ding is wat ik opneem. Nee, ik zweer het je. Ik ga het jullie ook laten zien dat het het eerste potje is. Ja, nee, dat kan ik niet laten zien, maar... Boom, we hebben de Victory Royale natuurlijk gepakt in het eerste potje van seizoen 9. Oh mijn god, wat een leuk potje. We hebben gewoon 6 kills lopen maken.
Holy shit, op zich best wel leuk. Het eerste potje van de dag gewoon, hè. En dan moet je inkomen en dan maak je ook nog eens even zo'n win. Super dik natuurlijk. Ik heb natuurlijk wel een beetje terughoudend gespeeld. Maar moet je kijken. Holy shit, wat op zich een dope glider, ouwe. Man. Oké, check. Oké, die ga ik even lekker aanzetten natuurlijk. Hoppa. Lekker. Kijk, dit is dan de Battle Pass. Maar die kennen jullie eigenlijk al van misschien andere filmpjes of zo. Ja, die emote vind ik best wel gek. Die vind ik wel leuk natuurlijk. Omdat ik Trompie, Trompie heet. En Trompie staat voor trompet. Dus ik speel ook trompet. En ja, die trombone komt een beetje in de buurt ervan. Dus laten we deze glider aanzetten. En dan wil ik jullie in ieder geval bedanken voor het kijken van deze video. Als je het doof vond, dan geef eventjes een like. Zo super dik zijn. Abonneer je sowieso als je dat nog niet hebt gedaan. Hier beneden. Dat kan helemaal gratis natuurlijk. En dan jongens, dan zie ik jullie bij de volgende video weer. Bye bye mensen. Later.